sprinters meer ijdel dan de gewone wielrenners? Ja, ik denk het wel. Het is toch een beetje een macho cultuur bij de sprinters. Dus mooiere auto, mooiere dit. En natuurlijk, ja, in mijn tijd natuurlijk was de grote macho natuurlijk de playboy Cipollini. Ik denk dat hij toch wel destijds de trend heeft gezet. Voor de sprinters eigenlijk iets neer heeft gezet. Dat sprinters meer waren dan alleen maar sprinters. Ging je daar een beetje mee als je dan Cipollini dat zo ziet? Of heb je dat losgelaten? Nou, ik ben hier meegegaan. Ik denk dat sprinters sowieso wel een beetje meer macho's zijn. Mannetjes zijn. In alles, denk ik. Vond je wel mooi als je Cipollini zo met als Caesar zag verschijnen, met zijn uiterlijk continu bezig zijn? Vond je dat mooi? Ik vond het wel heel bijzonder dat hij kleur gaf aan de koers. En ik ben blij dat er dat soort mensen zijn in de wielersport die kleur geven aan de koers. En je kunt nou ook zien een beetje Peter Sagan, natuurlijk na de hand ook in een rennen geweest, die kleur gaf. Ja, zulke renners hebben we gewoon nodig in de wedstrijd. Ja. Was jij veel met je uiterlijk bezig in de Tour? Ja. Nou ja, goed, het moest allemaal mooi zijn. Uiteraard. Het is typisch een wielerdingetje, hè? Ja, maar ik denk toch wel dat sprints, klassiek renners en zo, dat toch meer hebben dan klimmers eigenlijk. Dat toch een ander type mens is eigenlijk. Ik denk als mensen met jou over je wielercarrière spreken, dat ze eigenlijk heel snel over die vier ritten die je hebt gewonnen in de Tour de France praten, hè? Ja, dat liefst wel. Ja. Is dat ook hetgeen waar jij het vaakst nog bij stilstaat? De allereerste rit is natuurlijk het mooiste die je wint. In Duinkerken? Als je jarenlang zelf naar de Tour kijkt en je staat er in één keer zelf, dus dat is het meest bijzondere. Maar ja, er zijn natuurlijk meer mooiere momenten. Een roze trui dragen in Giro is ook mooi. Maar wat maakt die Tour zo bijzonder? Voor een sprinter vooral? Nou ja, de Tour voor iedereen, denk ik. De Tour is buiten categorie wedstrijd in heel het programma. Ik denk dat je Vlaanderen, Parijs-Roubaix hebt en de Tour. En dat is eigenlijk waar de wereld naar kijkt. En het wielerpubliek ziet natuurlijk andere mooie wedstrijden. Maar voor het grote publiek zijn dat ook de wedstrijden. Maar als sprinter heb je echt pas meegeteld als je een rit in de Tour gewonnen hebt? Ik vind het wel mooi om daar gewonnen te hebben. Absoluut. Hoe kijk je naar die foto? Ja, ik mag niet kijken, anders geldt het mis. Ja, nu kan je even kijken. Ja, dat is Duinkerke. Dat is een eerste rit die ik won. Brengt dat gevoelens? Ja, zeker als je dit ziet wel. Ja, ik ben een paar jaar geleden nog terug geweest voor een reportage. Dus het is niet dat ik het nou in één keer weer zie na zoveel jaar. Maar je voelt het wel weer, wat er toen gebeurde, dat gaat nog altijd door je hoofd. Dat is zeker heel bijzonder, ja. Absoluut. Ja, een wedstrijd waar je ook altijd heel succesvol in was, was de Ronde van Nederland. Ja. En als we het dan over uiterlijk hebben, uiteindelijk ben jij getrouwd met een promotie rondemis uit een wielerwedstrijd, hè? Ja, dat klopt, ja. Tijdens de Ronde van Nederland leren kennen? Een klein beetje tevoren eigenlijk al. Eigenlijk in de Danny Koes in Amsterdam. Daar eigenlijk leren kennen. Maar de liefde bloeide op in de Ronde van Nederland? Absoluut, daar is eigenlijk gebeurd, ja. Hoe krijg je het, als je zo succesvol bent als wielrenner, dan ook nog klaar om in al die drukte de vrouw van je leven te versieren? Ja, we zijn blijven natuurlijk nog maar mensen. Hè? Dus we blijven natuurlijk wel een vrouwelijk schoon kijken. En je loopt iemand tegen het lijf. Kun je dat nog helemaal voorstellen, die Ronde van Nederland toen? Zeker. Je rijdt dan toch anders met vlinders in je buik, zeggen ze altijd. Want je won daar heel wat ritten, hè? Ik heb een aantal gewonnen, ja. Ja, merkte je dat je met vlinders in de buik zo'n stuk harder rijdt? Ja, natuurlijk, dat is heel anders. Maar daar herkennen mensen het normale leven natuurlijk ook, hè? Dus dat is gewoon één grote overeenkomst, absoluut. Ga je dan net nog iets harder sprinten? Nou, ik denk dat je meer relaxed bent. Ik denk dat het dan misschien wat makkelijker is en je niet te gestrest bent. Dat het makkelijker is. Het blijft heel bijzonder, hè? Ja. Ik heb er nooit bij stilgestaan, maar nu je het zo zegt, dan is het zeker bijzonder, ja. Als we dan
over uiterlijk hebben. Je hebt natuurlijk altijd bij de mannenploegen gereden. En dan word je later ploegleider bij een vrouwenploeg. Ik laat heel even de foto zien. Hoe anders is het met vrouwen werken dan met mannen? Nou, ik heb heel kort bij mannen gewerkt. Dus ik heb geen heel grote referentie natuurlijk. Het is eigenlijk het 10e jaar dat ik bij een damesploeg werk. En ik heb het altijd heel erg naar mijn zin gehad. En ja, ik denk dat het eigenlijk een beetje hetzelfde is bij de mannen werken. Zijn wielrensters nog meer met uiterlijk bezig dan wielrenners? Jazeker. Vrouwen zijn sowieso uiterlijk, met uiterlijk meer bezig. Dus vrouwelijke wielrensters ook. Ja, de ene wel meer dan de andere, maar dat heb je van mannen ook natuurlijk. En ja, na de wedstrijd, het douchen duurt gewoon wel langer bij dames dan bij mannen. Moest je eraan wennen in het begin, van die andere beleving? Sommige dingen wel. Sommige dingen is ook veel makkelijker werken dan mannen. Zoals? Ja, dames zijn veel meer commitment aan elkaar. En als je iets bespreekt, dan willen ze ook echt goed 100% uitvoeren. En dat is anders bij mannen? Ja, ik kom uit een andere tijd. Het is ook moeilijk te vergelijken natuurlijk. Maar goed, wat ik heb meegemaakt is dat ze heel leergierig zijn. En dat ze ook graag voor elkaar veel over hebben. En als je met dat uiterlijk van, is dat langer in de bus nog bezig zijn en een spiegel kijken voordat ze naar buiten gaan? Is dat 's ochtends zorgen dat ze bij de ontbijt al een beetje goed erbij zitten? Nee, ja, het is natuurlijk na de wedstrijd. Hè. Dan douche je in de bus en dan... ja, dan willen we snel maar ook naar het hotel, omdat daar ook gewerkt moet worden natuurlijk. Hè. Mechaniekers, soigneurs, verzorgers moeten dat ding doen. En dan moet je proberen zo snel mogelijk te doen. De meesten proberen het allemaal snel mogelijk te doen, hoor, uiteraard. Maar het duurt soms wel langer dan bij mannen. Maar, ja. Dat was anders dan toen jullie in de bus stonden? Ja, ik denk dat mannen wat sneller zijn, wat korter haren ook, scheelt ook. Ja. Maar toch heb je daar helemaal je weg gevonden in het vrouwenpeloton, hè? Ja, ik heb het heel goed naar mijn zin. Zeker. Heb je zelf een idee waarom? Nee, ik kan het. Ja, ik heb geen referentie bij mannen. Dus ik kan er eigenlijk niet over oordelen. Nee, maar waarom heb je het goed naar je zin daar? Vooral omdat je... moet ik het goed zeggen? Je hebt... Ook veel jonge renners maken waar je ook heel veel mee kunt leren, die je veel kunt leren. Bijvoorbeeld, je hebt die foto van Annemiek van Vleuten. Die kwam bij de ploeg, ja, die wist eigenlijk niks over het wielrennen. En dat was heel, heel leuk om haar ook veel dingen bij te brengen. Die andere die erop staat, Marianne Vos. Ja, dat is de beste van de wereld ooit geweest. Dat is ook leuk om mee te werken, maar dan weer op een andere manier. Dus je hebt eigenlijk heel veel verschillende... type rensters eigenlijk in een ploeg zitten. En daar één collectief van smeden, dat is wel iets wat jou ligt? Dat vind ik eigenlijk het mooiste wat er is. Oké, dankjewel.